Stichting KKVV voor Veilig Kamerverhuur hing dinsdag haar eerste keurmerkbordje op bij een studentenhuis op de Van den Havenstraat. Het bordje toont aan dat het pand in goede staat verhuurd wordt. De keuring lag in verband met de KKVV-app die de stichting die dag presenteerde. Deze app dient als een multifunctioneel communicatieplatform tussen huurders, verhuurders en gemeente om zo de kwaliteit van een woning te bevorderen. Bij de presentatie waren onder andere verhuurders, Stichting Vastgoedbelang en burgemeester Bruls aanwezig. Het wordt in alle studentensteden steeds meer een onderwerp dat de buurten waar de verhuurpanden staan in toenemende mate toch mondiger worden. Aangeven dat ze problemen hebben met de vele verhuurde panden, met de vele studenten die daarin wonen. En ook de gemeenten maken zich daar zorgen over. Stichting KKVV maakt zich zorgen dat klachten steeds meer een rol bij de verhuur van kamers gaan spelen. Het wil op deze manier de kamerverhuur op een hoger kwalitatief niveau hebben. Op de verhuurmarkt zal het zeker een effect hebben. Wij denken wel echt dat het de uitdaging is om de verhuurders die van goede wil zijn, en de verhuurders zijn overwegend van goede wil, en waar het niet lukt heeft dat heel vaak te maken met ondeskundigheid, niet weten hoe bepaalde regels in elkaar zitten. En op deze manier kunnen we de verhuurders helpen om hun zaken goed te beheren. En dan heeft iedereen er belang bij, ook de gemeente, maar ook de verhuurders samen en ook de huurders, dat gestroomlijnd verloopt. Ook burgemeester Bruls was zeer te spreken over het initiatief. Hij ziet het belang van goede, directe communicatie tussen partijen. Wanneer zaken enkel bij de gemeente voorgelegd worden, kan een procedure soms lang duren. Dat is gegeven de actuele discussie die we natuurlijk in de stad ook hebben over overlast door kamerbewoningen. Natuurlijk een hele interessante toevoeging. Ik heb net ook gezegd, we zitten heel erg in een discussie, enerzijds politiek en anderzijds mensen in de samenleving. Nog beter is natuurlijk als in de samenleving mensen zelf, dus verhuurders, huurders en omwonenden, zich organiseren en communiceren en hun klachten de wereld uitpraten als dat kan. Natuurlijk, als het spuigaat eruit loopt en iemand wil niet luisteren, dan moet er opgetreden worden. Maar ver weg de meeste situaties kan een goed gesprek ons al eind op weg helpen. Dus dat kunnen we alleen maar toejuichen. En beste mensen, dat scheelt ook nog in de belastingen. Want al die toezichthouders, die politiemensen, doen goed werk, maar kosten ons allemaal wel veel geld en energie. Dus het is echt veel beter als mensen zelf hun problemen oplossen.